ministerie van Landbouw heeft de deadline voor een nieuwe provinciale gebiedsaanpak in stilte geschrapt, zo ontdekte BNR. Onze onderzoeksredactie tenminste. De provincies moesten voor 1 oktober plannen indienen die het stikstofbeleid en de boeren zouden ondersteunen. Maar die plannen komen er dus gewoon niet. We gaan erover praten met Ger Koopmans, voorzitter van LTO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. En Lydia van Rooij hier in de studio van onze onderzoeksredactie. Lydia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt de provincies hierop aangesproken. Wat zeggen ze? Ja, even een klein stukje achtergrond. Dit zijn plannen voor het platteland. Het plan landelijk gebied heet dit. Ja. Daar zijn ze al een hele tijd mee bezig. Vorig jaar zomer moesten ze een eerste versie inleveren. Ze moesten zelf plannen maken om te komen tot iets stikstofreductie. Ja. Ja, het ministerie van Landbouw die zei inderdaad van nou, maak plannen voor het platteland, voor klimaat, natuur. En landbouw inderdaad. Nou ja, dat hadden ze toen gedaan. En dan is het de bedoeling dat ze die verder uit gaan werken. Nou, dat moest dan voor 1 oktober moest dat af zijn, moest dat rond zijn. Maar nou ja, er is intussen natuurlijk nogal wat gebeurd in Politiek Den Haag. Dus nu zeggen de provincies, ja, wij weten niet zo goed waar we nu aan toe zijn. En het belangrijkste daarbij is eigenlijk dat de financiering hiervoor, die uit het stikstoffonds zou moeten komen, ja, die is weg. Dus ja, dan bel je die provincies opgeheven. Hè? Ja, precies. Ja. Dus dan bel je die provincies op en zeggen ze, ja, geen knaken, geen taken. Hartstikke leuk dat jullie wat van ons willen. Ja. Maar wij kunnen dit zelf natuurlijk ook niet betalen. Precies. Terwijl er best wat provincies al waren, vrij ver, met vergevorderde plannen. Gelderland volgens mij was redelijk klaar. Gelderland die meldde heel trots van, nou, wij zijn al klaar. Met. Kom maar door. Maar andere provincies zeiden, ja, wij weten niet wat, hoe, waartussen. Dat gaan we allemaal niet redden. Oké, maar nu, we gaan eventjes naar Ger Koopmans. Meneer Koopmans, want er lag 24 miljard klaar voor de boeren en voor de natuur. BBB heeft het hele fonds laten verdampen eigenlijk. Nou, nu zitten die provincies, de deadline wordt ook niet meer gehaald. Hoeft ook niet meer, wordt niet meer over gesproken. Wat vindt u daarvan? Want bij BBB heeft dat laten verdwijnen, dat fonds. Het was helder met het maken van het nieuwe hoofdlijnakkoord dat fonds verdween. En ik moet ook zeggen dat ik ben nu 4 maanden voorzitter van LTO Nederland. En ik heb eigenlijk nooit in die 4 maanden meegemaakt dat wie dan ook aan mijn deur gestaan heeft of mij gebeld heeft met de vraag, Ger, kan LTO nou eens mee gaan vechten voor die 25 miljard terug te krijgen? Nee. Uit boerenkring is dat heel erg, laat ik zeggen, heel erg rustig. Ja. Omdat de meeste mensen grote twijfels hebben of dat die middelen die daarvoor gereed lagen en de plannen die daarvoor gemaakt worden, of die eigenlijk wel echt perspectief voor de boeren zouden geven. Ja, dat zouden we willen, maar anderzijds, je kan ook zeggen, een beetje kop in het zand steken. Als je nu de deadline maar loslaat en denkt van nou weet je, het gaat vanzelf goed komen. We gaan in Brussel een nieuw landbouwbeleid bevechten. Ja. Als Nederland, succes. En dan denk je van ja, dan steek je als boer echt je kop in het zand. Nee, daar steekt niemand de kop in het zand. Okay. Boeren staan klaar om te innoveren, om verbeteringen aan te brengen bovenop datgene wat ze al doen. Daarvoor heeft het nieuwe kabinet ook een aantal fondsen neergelegd. En dat zijn ook dingen die met innovatie te maken hebben. Ja. Die in onze ogen veel beter werken dan plannen waarbij je alleen maar nadenkt, of vooral ook nadenkt, op het opkopen van bedrijven en het creëren van nieuwe natuur. Als je namelijk als veehouderij op een manier wat zou moeten extensiveren, en dat geldt voor een aantal bedrijven waar die wens aanwezig is, ja, dan is het helemaal niet zo'n goed idee om heel veel grond op te kopen door de Rijksoverheid of door de provinciale overheid om natuur te maken. Maar was het verhaal natuurlijk altijd, ook met de insteek vanuit het Rijk, om de provincies aan het werk te zetten, juist te communiceren met die boeren over hoe zij wilden dat die ideeën zouden worden neergelegd. Nou, nu ligt dat er. Dan hebben we geen fonds meer. Geen taken, geen knaken, zei Lydia al net heel mooi. He, dat zeggen die provinciebestuurders ook. Anderzijds, je zou dus ook kunnen bepleiten, jongens, vanuit Den Haag, kom door met knaken. Dan gaan we alsnog dat beleid vormen wat de boeren zelf ingestoken hebben. En dan kunnen we naar Brussel toe met een veel beter verhaal. Maar dat hebben boeren helemaal niet zelf ingestoken. En u vat het samen als dat beleid. Nou, en als je dat beleid zeg maar uit elkaar rafelt, dan is het nogal wat opkopen van gronden en het maken van nieuwe natuur. En het gaat ons veel meer om perspectief te krijgen, om innovatieregelingen te maken, om bedrijven zelf verantwoordelijk te maken, zoals dat dan heet, door middel van zeg maar doelgerichte aanpak, waarbij bedrijven zelf kunnen kiezen op welke manier dat zij, welke uitstoot dan ook, of het nou van stikstof is of nitraat, noem het allemaal maar op, hoe je dat kunt verminderen. Maar meneer Koopmans,
als boeren die willen toch juist betrokken zijn bij de gebiedsprocessen. Het was toch juist de bedoeling om het van onderop te doen. Gaan we nu niet gewoon weer beleid van bovenaf vanuit Den Haag krijgen? Nee, juist niet. Doelgericht beleid is helemaal niet Haags. Wij zijn juist bang dat de tekentafels vanuit de provinciehuizen, dat die zeg maar organiseren dat je vol op gronden onttrekt aan de landbouw voor nieuwe natuur. En ja, nieuwe natuur is per definitie minder grond voor de landbouw ter beschikking. Dominic Omans, ik denk dan eventjes, ja, de minister van Landbouw die mag dit nu gaan oplossen. Die heeft de hele zomer om erover na te denken. En dan denk ik, nou, dan komt er weer een rapport dat heet straks Perspectief. Staat alleen een andere naam van een andere landbouwminister onder. Gaan we het daar wel mee redden dan? Ja, zeker kunnen we het daarmee redden. Als ze met de wet en regelgeving, zoals bedoeld in het hoofdlijnakkoord op het gebied van stikstof, als die aangepast wordt. Ja. Als zeg maar de half miljard die bovenop het bestaande beleid beschikbaar wordt voor agrarische natuur en landschapsbeheer, als dat ingevuld gaat worden. Mm-hmm. Als de 1,5 miljard die voor de koploperprojecten beschikbaar zijn. Als je daarmee aan de slag gaat, dan hebben we in Nederland, denk ik, en perspectief voor de natuur. En tegelijkertijd is er ook perspectief voor de land- en tuinbouw te maken. Want plannen die de provincies maken, 60 miljard, zei u straks al in die inleiding. Ja. Als je dat deelt op 40.000 boeren, dan zou dat betekenen dat je 1,5 miljoen euro per boer hiervoor ter beschikking gaat stellen. Denk daar eens over na. Laat de luisteraar daar eens over nadenken. Mm-hmm. En dan zeg ik u, dat gelooft ook echt niemand. Nee. Dat we 1,5 miljoen. Dus het verhaal van het geld is voor de boeren, dat is niet zo. Het geld is vooral bedoeld voor andere activiteiten waarbinnen de boeren een plek moeten zien te vinden. Oké, maar toch even. Ik mis nog één als. Als Brussel akkoord gaat. Ja, met elkaar moeten wij een aanpak genereren die in onze ogen heel goed haalbaar is. Ja. Je zag het gisteren ook nog eens een keer in de Telegraaf geformuleerd. Stikstofuitstoot is sinds 1990 met meer dan 70% door de landbouw verminderd. Hm. Wij kunnen daarin nog stappen zetten. Daar zijn innovaties voor nodig. Er is een aanpassing van de regelgeving voor nodig. Daarvoor is het nodig dat er weer vergunningen afgegeven worden. Ja. Zodat boeren ook weer kunnen investeren in het verminderen van die stikstofuitstoot. Sinds de uitspraak van de Raad van State, sinds 2019, is er geen boer die ergens meer investeert, want hij weet niet in wat. En als hij al weet wat, dan krijgt hij het niet vergund. Hm. En dat is natuurlijk doodzonde. Ja, zeker. Lidia, hoe gaat het verder? Want de minister moet even laten nadenken, hè? Ja, de minister die heeft zichzelf nog een beetje nadenktijd gegeven. Deze zomers is druk bij iedereen op bezoek geweest. Waarschijnlijk is ook al bij meneer Koopmans op de koffie geweest, kan ik me zo voorstellen. Maar nee, dus die zegt, wij zijn hierover nog volop in gesprek. En nou ja, alle antwoorden moeten zo meteen komen in het regeerakkoord in september. Dus daar kijken we maar weer halsrekend naar uit. Anderhalve maand. Dank Ger Koopmans van LTO Nederland en Lidia van Rooijen van onze onderzoeksredactie hier bij BNR.